We hebben eigenlijk geprobeerd om lokale helden samen met de jongeren te organiseren. En dus hebben we gekozen om onze jongeren in een soort van ervaringsgericht traject te steken, waarbij onze jongeren dan leren om een evenement of een concert of een avond te organiseren van A tot Z. En dat is dan Savia de Chine geworden. Met het eerste contact met Poppunt dacht ik, ja, eigenlijk kunnen daar wel jongeren heel veel qua organisatie heel veel bij laten bijleren. Vooral ook omdat dat iets is wat je motiveert of zo, muziek en concerten en dingen. Dus dat ik dacht, dat is echt wel een goede motivator voor jongeren, dus waar dat ze in gaan willen meestappen. Maar waar dat je dan zonder dat ze het goed hebben wel beseffen, hun heel veel kunt bijleren. We hebben keiveel talent. We mogen echt super fier zijn op alles wat er van hier komt. En niet alleen Stromae en Vincent Company, maar echt veel meer dan dat. Het feit dat ons lokale helden-event doorgaan is in een oud tuincentrum, dat is natuurlijk een uniek gegeven. Dat doet altijd iets meer met de mensen. De mensen zijn curieus voor naar een nieuwe locatie te gaan. Plots kwam er een geschenk uit de hemel. Pand 1500 was ineens daar om de hand uit te reiken naar Habbekrats. En die hand hebben we maar al te graag aangenomen. Hè. 1 plus 1 is 3. En, mooie samenwerking. Bij Habbekrats zijn er heel veel jongeren, boordevol talent. Anders blijft dat een beetje verscholen. In de huiskamer of enkel in de organisatie waar zij zitten. Lokale Helden was een mooi forum om naar buiten te komen met die jongeren en talent te laten zien. Laten zien dat de jeugd wel degelijk goed bezig is. Voor die jonge gasten is het niet evident om uiteindelijk toch voor een publiek, voor velen was het de eerste keer, om het te durven en ze hebben het gedurfd en dat vind ik schitterend. Het feit dat ze hier opgetreden hebben, hun ding hebben gedaan en daar ook heel veel respect voor teruggekregen van diegene, alleen al via een luid applaus en de aanmoedigingen achteraf, de complimenten. Voelt je dat echt goed doet aan hun hartje en dat hun motiveert om daarin ook verder te gaan. Ik merk vooral binnen Habbekrats dan nog wel dat andere kinderen en jongeren die niet hebben deelgenomen, maar wel bij waren het gezien hebben, getriggerd zijn om zelf ook iets te doen. Ik denk dat zo'n avond als Lokale Helden dat dan ook bevestigt van dat het de moeite waard is om in zo'n project te investeren. Dat is broodnodig. Wij zien dat ook, aangezien dat er heel veel talent is, die spijtig genoeg niet altijd een podium krijgen. Moet dat gewoon, ja, het principe van die jonge gasten op een podium te zetten, kan alleen maar positief uitdraaien.